Ja, en FC Utrecht dat verloor vorige week ook, sinds lange tijd thuis, en wel van Go Ahead Eagles. En die ploeg kon zich dus ook een tweede uitvlijer niet permitteren. Zondagmiddag 1:30, 1 uur voor het begin van de wedstrijd, is het al een drukte van belang voor het Sparta-stadion. En dat is normaal gesproken voor Sparta-Utrecht niet het geval. Die drukte is verklaarbaar omdat de wedstrijd Sparta tegen Utrecht gratis toegankelijk is. En dat komt weer omdat de sponsors garant staan voor de begrote recette. Komt u wel vaker naar Sparta? Komt u dan dat het gratis is? Alleen als het gratis is. Nee, is het echt waar? Ja, echt. Nee, waarom dan? Ik weet het niet. Ik ga nooit naar voetballen. Maar omdat het nu gratis is, vind ik wel leuk. Uitgenodigd door wat vrienden. En we kennen ze echt. De Spartanen zijn al hier staan. Nee, ik ga nooit vaker naar Sparta. Altijd een Feyenoord. En nu omdat het gratis is, toch naar Sparta? Omdat het gratis is, het is een lekker dag weer. Dus leuk om op een zondag een keertje naar Sparta te gaan. Wat vindt u eigenlijk van het fenomeen dat een wedstrijd gratis toegankelijk is? Wel aardig. Zo af en toe trekken we ze misschien toch publiek. Wat we misschien kennis kan maken met het voetbal. Dus ja, misschien toch wel aardig. Een zinvol initiatief toch wel? Denk ik wel. Misschien toch eens dat ze zien dat het misschien wat minder agressief is op de tribunes. Waardoor ze dus toch naar het voetbal gaan. Normaal zijn er niet meer dan 3.000-4.000 mensen, denk ik. En Sparta is te veel meer waard? Dacht het wel, ja. En er is belangstelling voor hem, alleen het moet gratis zijn. Ja, het is Nederlands. Ja, leg het maar eens uit. Ik snap het ook niet. Maar ze komen. We hopen dat ze met normale wedstrijden ook komen natuurlijk. En daar zaten ze dan, 12.500 man sterk, op de tribunes van Sparta. In afwachting van die wedstrijd. En iedereen hoopte natuurlijk dat het van Sparta-zijde een spektakel zou worden. Maar helaas, dat liep anders. Een corner van Utrecht in het begin van de wedstrijd. Edward Metgod werkt slecht weg. En Johan de Kok scoort 1-0 voor FC Utrecht. En Sparta kreeg daarna kansen. Bogarde met het schot, Van Ede stopt de bal slecht. En Rodriguez en Van den Berg kunnen de bal niet in het doel werken. Het blijft daardoor 1-0 voor Utrecht. Het volgende fragment, Helder, gaat goed door op links. En Helder schiet. Van Ede is paraat. En hij redt Utrecht van de gelijkmaker. FC Utrecht speelde slim op de counter. Dat is Utrecht ernaar toevertrouwd. En ook Smollerek speelt de Oosterhuis. En het is 2-0 voor Utrecht. En dan zijn er nog maar 22 minuten gespeeld. En dan gaat Elden de Getrouwe zich voor Rodriguez warm lopen. Want Rodriguez kwam niet uit de verf in de eerste helft. Zitten we in de tweede helft en dan komt Elden de Getrouw aan de bal. En een overtreding is dat van Erik van der Meer op Elden de Getrouw. Van Ede wacht de vrije trap af. Van den Berg verwoestend tot slot. 2-1. En er is weer hoop in de Sparta-harten. Maar direct na die 2-1, de corner van Smollerek, wordt weggewerkt uit de Sparta-defensie. Maar er staat Jan Oosterhuis opnieuw. 3-1. Verlies voor Sparta en dat is een gemiste kans met zoveel publiek op de tribune. Ja, dat is verdomde jammer natuurlijk. Kijk, dit had ik toch niet verwacht. We hebben zo'n 12.500 mensen op de tribunes gehad. Uiterst goede sfeer voor de wedstrijd. Dan hoop je natuurlijk ook dat het, die wedstrijd dat die ook leuk is. En dat die mensen naderhand denken, of niet op naderhand denken, maar naderhand terugkomen. Ja, en dat effect is misschien nu door dat resultaat een beetje teniet gedaan. Ja, uiteraard. Kijk, dit is als ik naar een voetbalwedstrijd ga kijken en ik een spektakel gezien, dan zal ik iets sneller zeggen van nou, dan moet ik de volgende week weer naartoe. Nu niet, aan de andere kant. De eerste helft was best aardig. Het lukte niet bij ons. Mensen hebben in een lekker zonnetje gezeten, toch een leuke eerste helft pot voetbal gezien. Met voor Sparta natuurlijk niet het resultaat wat je wil hebben. Ja. Dan zagen we ook wat problemen nu weer met Utrecht supporters. Kwam dat ook omdat ze gratis toegankelijk was, deze wedstrijd? Nou, dat heeft echt wel mee te maken. Het heeft natuurlijk ook mee te maken dat je een heleboel mensen in huis hebt. Was je niet op berekend echt? Nou, ik had zelf gedacht van 8.000 à 10.000 man. Maar zijn er 12.500, ja, dan is de kans groter dat er natuurlijk een paar rotzakken bij zitten. Dus wat dat betreft, en die waren natuurlijk ook nu gewoon op de Rijnmond-tribune, terwijl ze normaal gesproken misschien isoleren. Normaal heb je dat geïsoleerd, maar toch al met al wat ik gehoord heb van de mensen, er zijn wat kleine dingetjes zijn er gepasseerd, maar nou ook weer niet in die orde van grootte dat je zegt van nou dat moet je nooit meer doen. Of je kan niet zoveel mensen in huis hebben. Hè. Dus dan zou je het misschien toch iets anders doen. Ja, je leert er natuurlijk van, het is de eerste keer geweest, we zullen dit evalueren en kijken hoe we dat de volgende keer aan moeten pakken. Maar nogmaals, niet de bedoeling dat we elke week dit soort grappen uit gaan halen, dat kan niet. Nee, want er komt er nog een volgende keer.
Ja, maar niet. Ik denk, dat durf je wel te zeggen, niet in deze vorm. Hè. Dus wel bijvoorbeeld tegen geringere betaling. Tegen geringe betaling. Op die conclusie kan je natuurlijk toch trekken. Hè. Dus normaal hadden wij met deze wedstrijd 3.500 man op de tribune gehad. Er zitten er nu 12.500. Dus dat de prijs die je voor een kaartje moet betalen, dat die toch voor een heel aantal mensen zeer bepalend is. Ja, het is triest voor de mensen die er geweest zijn. En dat was eigenlijk onze eerste reactie ook na afloop. Niet zozeer dat we verloren, dat kennen altijd, maar gewoon dat je de mensen die dan komen, die stel je dan teleur. En ja, dat is eigenlijk op dit moment voor mij dan de grootste teleurstelling. Dubbelbaan. Ja, en dan voor de mensen die dan komen eigenlijk nog iets meer als voor de nederlaag. Ik weet voor onszelf dat we echt alles aan gedaan hebben. En dat het dan niet lukt. En dan vooral de laatste 20 minuten kan je zeggen van, ja, er werd niks meer aan gedaan. Maar ja, we waren echt helemaal leeg. We zaten echt in de kleedkamer. Ja, er waren er een paar bij die konden gewoon niet meer opstaan. En ja, dan is het gewoon triest dat het gebeurt. Ja, we blijven even bij Sparta. Zoals bekend was het Sparta bestuur onder Floor Bauer er altijd bang voor dat sponsors zich te veel met het beleid zouden gaan bemoeien. Maar goed, Floor Bauer is bijna geen voorzitter meer. En de verwachting is dat de sponsors nu toch meer betrokken zullen gaan worden bij het wel en wee van Sparta. Een bewijs daarvan was de toenadering die de Sparta-leiding een aantal weken geleden zocht tot een aantal grote sponsors met een echt Sparta-hart. Er werd een afspraak voor een gesprek gemaakt en dat gesprek vond eind vorige week plaats. U hoort en ziet opnieuw Charles van der Stenen. Deze week een aantal goede gesprekken gehad met onze sponsors. Duidelijke uitspraak dat we toch met dit elftal, met Sparta, dus een stapje hoger willen. Dat we in de toekomst toch bij die subtop willen behoren. In ieder geval in dat rijtje, ik noem het maar altijd het linker rijtje. Nou, dat is, daar staan die mensen positief tegenover. Dat betekent dat we de komende weken doorgaan te kijken hoe we de zaak daarna moeten pakken. Want ik hoef niet te verbloemen dat er natuurlijk binnen dat voetbal een financieel probleem altijd is. Nou, dat willen we gezamenlijk aanpakken. En ik heb daar vertrouwen in dat we daaruit kunnen gaan komen. Hoeveel geld gaat het op? Ja, nou, ik denk dat het al een aantal keren eerder is gezegd. Sparta die kampt met een structureel tekort. Dat heeft te maken. Nou, we hebben het vanmiddag gezien, toen waren de toeschouwers er wel, maar dat levert dan niet die reset op. We krijgen wat te weinig toeschouwers, dus wij lopen jaarlijks zo tegen een tekort op aan van circa 500.000. Nou, dat moet eerst ingevuld worden. Hè, dus met z'n allen de schouders eronder, hoe kunnen we dat oppakken? Dus met publieksacties, met meer sponsor. Baten en dan zorgen dat het team bij elkaar blijft. Daar waar nodig versterken. Dat zal niet zo eenvoudig zijn, omdat daar is dan ook weer geld mee gemoeid. Maar dat is de basis waarmee we willen gaan werken. En daar staan de sponsors erg positief tegenover.